kijkers en welkom weer bij een hele nieuwe video van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag gaan wij namelijk een beetje aan onze boerderij gaan werken. Gaan klussen. Vandaag gaan we natuurlijk... vandaag heb ik een beetje gepland om... een beetje te gaan werken. Aan onze dinges. Vandaag gaan we namelijk een beetje gaan hakselen. Ik heb een mod gedownload. En wij gaan namelijk een houthakselaar kopen. Het is misschien een beetje veel geld. Maar we gaan het gewoon kopen. Het is 28.000 euro. Het is ja een beetje veel geld. Maar cool. Voor al die irritante bomen dat is gemakkelijker dan voor het transport. We gaan het nu nog niet gaan verkopen. We gaan het pas later gaan verkopen. Maar we kunnen het nu al aan hakselen en alles in de silo leggen. Ik weet niet of dat in de silo kan, maar we zullen het zien. We gaan met de jeep namelijk hakselen. Wapa, dan niet op mijn eigen veld rijden, anders hebben we... Zie, dat is een beetje het probleem aan deze auto. Deze auto is ontiegelijk snel. Maar ja, als je deze serie nu al leuk vindt, vergeet dan zeker niet een like om wat te doen en te abonneren. Dat zou ik natuurlijk heel hard waarderen als jullie abonneren en liken. Maar ja, dat is niet verplicht natuurlijk. Abonneren is ook altijd gratis, maar ik pleit natuurlijk niemand. Met deze auto. Het is een hele leuke auto, maar hij is gewoon een beetje onstabiel soms. Soms, maar voor de rest is het een fijne auto. Beter dat we hem kunnen meepakken. Anders moeten we nog een keer met de tractor komen en ze al die moeite voor niets gedaan. Ja, we gaan het zien, hè. Ik wees dat hij er niet aan gaat raken. Ik wees dat met de camion aan, met de tractor aan. Oh, zie eens. Het lukt ook nog. Met de hakselaar. Maar ja, ik zie jullie wanneer ik thuis ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn weer thuis. Ik ga kijken of dit werkt. Ja, ik bezig ben dat die een aftakas aan nodig heeft of zo. Heeft dat een kardang? Ja, dat is een kardang nodig. Oké. Dan hou je de nieuwe Holland ervoor smeden. Nou, met de vet Harry. Dat is wel een beetje een probleem. Oh ja. Alright. Beter dat het nu wel gaat lukken. Maar ze is het wel even maar 30 pk nog, dus. Ça va. Alright, en nu? Zou het wel zo wel merken? Yeah. Alright. Dat is nice. Dat is nice. We pakken dan de fence. Die hebben wij natuurlijk ook nodig. Ik hoop dat we zo'n volle trailer zullen krijgen. Dat is wel nice, hè. Zo'n volle trailer met houtsnippertjes. Ja, ik denk dat we misschien nog van de eerste trailer nog niet direct al de geld had terugkrijgen. Zeker niet. Maar ja, we zullen het zien. En vindt hij? Yes, hij vindt hem. Nice. Wat kan ik een beetje beter ervoor in, dat het een beetje proper is. En bijvoorbeeld de grote sparren, die mooie rechte bomen, die houden we natuurlijk wel, die houden we niet voor hakselen. Maar al die andere zeetakjes, ja, dat trekt op niets eigenlijk. Right, want ik ken je hoe dat werkt, hè? Hoe
goed dat werkt, die machine. Want deze een beetje meer aan de kant. Die staat eigenlijk verschrikkelijk in de weg. Hebben we daar nu iets waar gekregen? Nee. Ook wel ernstig. Alright. Ah ja. Hoeveel liter krijgen we daarvan? Wauw, dat is nog veel voor een boomstammetje. Holy moly. Hallo. Oh, die kleine boomstammetjes van. Zeg dan. Ze zijn toch wel nog iets waard, hoor. En dan gewoon die taan ervan doen. Gaat die dan wel iets waard zijn? Wat daar ook zo? Maar ja, ik ga een keer een beetje haksen. Totdat we er een beetje een volle trailer aan hebben. Dus ik zie er straks terug. Als de trailer een beetje voller is. Zo, voilà. We hebben hier al een paar boompjes gedaan. Maar deze bomen, dat. Die man vult nog een beetje. We gaan even de machine uitdoen. Want we gaan namelijk gaan slapen. Want ik heb per ongeluk de tijd op 30 gezet. Ja, kijk. Maar we gaan even slapen. Echt, als die snippermachine nu in tweede hand staat. Oh, dat is zo echt. Oh man. Zou ik boos zijn? Ik ben echt boos op mezelf gekomen. Ik kan niet via de achterdeur normaal zien. Ja. Oké, kijk. Nee. We gaan even slapen. Oh, die trap is zo irritant altijd. Oké, kijk wat er op de tweede handshop zit deze dag. Maar nu gaat het echt wel nog redelijk goed. Alles qua haksel en zo. Oelala, schoon dier. En hoeveel pk's heeft hij? Nou, mooie machine. Je hebt toch. Heb je alleen maar 6 ergens toch? Wacht even. Een 6 R. Kan iemand deze twee? Kan toch niet. Sorry voor de venten. 6 M. Nee, je hebt toch nog andere 6 R, hè? Kan niet dan. Hij heeft alleen maar de sterkste erbij daar voor me. Wat is dat voor bullshit? Kijk eens hoe dat met de salade is. 1, 2, 3, 4. Weer al 4. Holy moly. Dan hebben we er alweer 8. Dat gaat lekker. Dat is goed, hè? Zeker. De, hier, de honing. Dat is ook lekker, hè? Lekker, lekker, lekker. En dit. Klaar om te oosten. Let's go. En normaal gezien binnenkort kunnen wij ook
gaan oosten. Ah nee. Een beetje wachten. Maar klaar om te oosten. Ik ga de volgende video doen. Dat is leuk, leuk, leuk. Ja, hij vraagt misschien 30 pk, hè. Die machine. Maar toch, hij draait dan wel een volle toer met de Nieuw-Holland. Ik weet niet. Maar... er is toch wel iets aan de hand. Maar ik ga wel blij zijn dat, dat we die snuffelmachine kort hebben. Oeh. Ik zat verkeerd te draaien. Nu had hij wel van zelfs. Check daar. Check hoeveel er onderbij komt. Er zitten nu al 3000 liter bij van één tak, hé. We hebben die dikke nog niet gedaan. Zotte. Dat is crazy. Dat is hoochie. Dat is die dikke bomen zijn gewoon die houtmijnen, hè. Niet normaal. Maar kijk, dat is natuurlijk beter voor ons, hè. Hoe meer haaksel dat we in de rem, hoe beter. Hoi, zet je neer. Wel een beetje in kleinere stukjes misschien. Ik denk dat dat beter is. Check hoeveel dat we nu wel hebben. We zitten bijna vol. We zitten bijna vol. Die kleine boompjes, die tellen niet zo heel erg op. Maar die grote boompjes, holy moly. We zitten vol hier. Ja. Tjewa. We gaan leeg, jongen. De eerste 17, eigenlijk 18.000 liter. Is zit erop, jongen. Ook al is het niet echt veel geld waard, hè. Maar... oh. Het is toch iets, hè. Hallo? Ik wou dat die niet dumpen. Hashi. Oh, dan moeten we dat hier dumpen. Sorry auto, je moet even weg. Hallo auto? Ah. Nu ga je hebben achteruit race skills zien. Nou, niet goed. Is niet goed. Is niet goed. Nu houdt het zien, hè. Oh, ja. Vooral, ik kan niet riemen met zijn dolly. Ik kan dat totaal niet. Thans, er staat op dat we 0 liter hebben, maar ik weet niet waar hij dat op slaan. Die houtsnippers. Ja, we gaan het proberen hier op te slaan, hè. We gaan vandaag, denk ik, 2 trailertjes doen. En dan... voor de volgende keer ook. Check hoe slecht dat ik achteruit kan rijden. Dat is niet normaal. Volgens mij stuur ik gewoon veel te scherp. Ik denk dat dat het dan is. Als je hier niet kunt laten doen, nee, oh my. Dat word ik echt pist, jongen. Dat word ik echt. Yes.
Ik wil het meer in je hoek laten doen. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Hé, paniek. Ja. Oh, shit. Is dat nog verkeerd? U. Ik kan niet dat de ene gewoon 17.000 liter lijn. Holy, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Ik geloof er niets van. Mau. Oké, hier ligt er ook nog gras. Ja, oh. Het is nu zo. We laten het voor wat het is. Ik vind het zeer jammer dat we het hier niet kunnen lossen. Ik had het gehoopt. Maar ho, het is niet zo. Hè. Maar ja, ik zie jullie bij het volgende trailertje. Dus tot straks. Hallo, we zijn er weer terug. Oh. Wat heb ik gedaan? We hebben weer een volle trailer. Of bijna een volle trailer. We gaan die niet meer wegdoen, nee. Ja, we zijn een beetje opgeschoven. Ik zit ook niet weten waarom. Omdat ik gewoon... Ik zit heel de tijd te duwen. Ja, we gaan gewoon opzij naar rechts. En dan gaan we gewoon alles opschappen en een beetje naar achteren duwen. Maar je kunt deze actie niet uitvoeren. Ja, dan gaan we toch die actie moeten uitvoeren. Ai, 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 toch. Voilà. Ja. Goudsnippers. Het lijkt erop dat we er echt niet veel hebben, maar eigenlijk, dit is al 30 kub. Dat is niet normaal. En ik hoop dat we nu onze nieuwe boompjes wel kunnen planten. Gaan we er een beetje die boom weer weg doen. Ja, we gaan sowieso nog een halve trailer hebben. Dus, maar gerust in. Ja, ik zie nu wanneer we dit boompje nog opgeknapt hebben. En dan gaan we zien, hè. Tot straks. Zo, voilà. We hebben hier nog een laatste beetje, ik weet niet hoeveel liter dat hier is, maar kijk. We kunnen ook gewoon spuien op de grond en dan opruimen. Ik ga even een keer een terminal maken. Een leuke terminal. Met ons nieuw speelgoed. Ik vind het echt een goede aankoop. Ik denk, nu hebben we al 3 traders, hè. En die 2 grote bomen, dat is hout mijn, hè. Dat is niet normaal. Maar ja, kijk, dat is alleen maar goed voor ons, hè. Alright, dus deze kunnen we inklappen in principe. Oh, eerst moet de pijp geklapt worden, oké. Dus volgende video gaan we sowieso ons gras gaan oosten.
In principe, hier heb ik wel nog een beetje plaats, maar ik denk dat ik dat hier ga parkeren. Gewoon hier of zo. Toch genoeg ruimte. Dus ja, waarom ook niet? Allee, zo irritant met een één-assige ding rijden, ik ken dat totaal niet. Dat draait te veel. Zo, voilà, we gaan even kijken hoeveel dat er daar nog op de grond ligt. Het kan toch niet meer dan 3 deciliter zijn, alsjeblieft. Holy shit. Er ligt nog veel op de grond. Ja, hallo. De zaken lopen goed met die houten snippermachine. Maar ik kijk hoeveel geld dat we er hier verdienen. Ik ga hier allemaal een beetje naar achter duwen. Een beetje in de schone berg is. Moet maar dat niet te veel buiten de muren is, anders maak ik ook weer extra opkussen. Ja. We gaan het zien, hè. Maar kijk, dat is een prima berg. Dan kijk je in of we er te veel op kunnen werken of niet. Van me ja. Maar als we daar opstappen, gaat het wel leuk. Yes. Ja, kijk, houtsnippertjes. Ben ik bezig is. Kan ik kijken. We hebben nu 18.000 liter. Ik zeg nu maar 18 x 3. 18 maal 3 is 54 maal 250. 13. Nou, wel 13.000 euro. Dat is best mooi. Is best prima. Oh, die nieuwe Holland staat weer door in het rood. Ik snap dat is echt niet uit. Ik weet dat niet zoveel in het rood staan. Ja, we gaan de maaier aankoppelen aan de nieuwe Holland. We gaan even een keer een testmaaier doen. Of het kijken of er wel veel gras aan is. Of niet. Ik beest van wel. Kut er niet aan. Het zou wel goed zijn. Dat gas. Ah ja, waarom pas ik hier nog niet tussen? Zonder dat ik het pas naar mij vind, dat is niet nodig. Nou, die houden we er toch wel hier aan. Ja, dunne bandjes eronder. Maakt niet veel uit. En ja, ik hoop dat we een beetje goed veel gras ervan krijgen. Dat we er al direct veel, veel, heel veel hè. Maar ja, nu kunnen we, als het nog niet... Nu kunnen we nog niet doen met schapen. Nee, dat is ook wel zo'n probleem. Shit. Maar ja, kijk. We gaan de haalt wel aan.
We gaan zo dicht mogelijk tegen de rand. En hebben we... Ja, matje, we zijn serieus goed geraakt, hè. Ja, dat zie je die grote. Dat is straks geen op, dat is gewoon de kopakker. Maar ik denk dat we gaan mooi veel gras hebben. Dat is goed. Maar ik denk op ons veld zelf dat we nog niet echt veel gras gaan hebben. Omdat het nog maar aan het groeien is. Dan komt dat de eerste keer normaal los te zien. Maar we zullen het zien, we zullen het zien. We gaan nu een keer... kijken hoeveel dat heeft. Het is ook niet om te klagen. Het is best prima. Zo va. Ziezo. Het is even op de kleine manier om te gaan oosten, maar kijk, alle kleine beetjes schapen. Hè. Voilà, dan houden ze de volgende video doen. Hè. Beetje maaien, baan persen. Baan gaan oprapen. En ik heb wel een ideetje voor de balen gaan op te rapen hoor. Ja, we gaan nu ook een beetje investeren. Hier, 5000 euro. Die gaan we kopen. Dat is wel een serieus bedrag, maar ja, kijk. We moeten investeren, we moeten blijven investeren. Totdat we onszelf gemakkelijk maken. Ik ga... hierbij deze video afsluiten. Ik wil jullie sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug. Dus ja. Ik zeg altijd. Tot de volgende keer. Joho.